Hij is nu iets meer dan een maand bezig. De nieuwe staatssecretaris voor, of beter, tegen de sociale fraude. Alleszins voor de privacy. Het is een liberaal. En ook voor de Noordzee. Ik praat zo meteen met Philip de Bakker. Welkom bij Actua TV. Dag, dames en heren. Bij mij aan tafel, zoals gezegd, Philip de Bakker, het nieuwste lid van de regering Michel. Welkom, meneer de staatssecretaris, in ons programma. Ja, vindt het wel een beetje zo staatssecretaris genoemd worden? Nee, altijd niet. De mensen op mijn kabinet noemen mij ook Philip en ik zal het ook graag zo houden. Ik heb niks met titels of protocollen, dus doe maar gewoon, dat is al meestal het best. Ja, en nu plots wel een uitvoerend mandaat, dat was u niet gewoon natuurlijk. Hè? Een grote verandering toch? Ja, als Europees parlementslid waar ik voordien actief was, dan heb je toch wat meer controle over je eigen agenda. Je hebt ook heel veel contacten met bedrijven, met mensen, om die Europese wetgeving in goede banen te leiden. Dus je hebt meer controle over je eigen agenda. Nu in een uitvoerend mandaat zit je natuurlijk een stukje meer aan de knoppen. Heb je echt beleid te voeren, beleid te maken. Dat is toch een andere ervaring, maar heel, heel boeiend. Ja, mag hopen dat die contacten blijven natuurlijk, met bedrijven, mensen enzovoort. Absoluut. Ik ben altijd iemand geweest die heel graag op het terrein gaat, met heel veel mensen spreekt, heel breed consulteert ook voordat er beslissingen worden genomen. Mm-hmm. En die openheid zal ik ook als staatssecretaris echt wel houden. Ja. Nu, u heeft deze week in de Kamer uw beleidsbrief sociale fraude voorgesteld. Herbegint u het regeringswerk wat dat betreft? Of gaat u het werk van uw voorganger Bart Dommelijn verder zetten? Nee, er is continuïteit. Hè. Bart heeft heel goed werk gedaan als staatssecretaris. Hij zal het ook blijven doen in de Vlaamse regering nu. Maar ik denk dat we een heel duidelijk beleid hebben gezet in deze regering. Dat we sociale fraude echt wel harder gaan aanpakken. Dat we ook heel duidelijk positief beleid moeten voeren rond privacy. En dat we ook op de Noordzee een aantal zaken willen realiseren. Dus dat beleid gaat door. En deze week heb ik mijn beleidsbrief rond sociale fraude voorgesteld. Een aantal van die maatregelen zijn al uitgevoerd. Hè. We hebben een horecaplan gemaakt. We hebben een plan eerlijke concurrentie voor een aantal sectoren. Die het dat heeft natuurlijk hebben. Niet helemaal maand gedaan, dat heeft u verder gezet. Dat doen we door, maar we leggen ook wel een stuk nieuwe accenten. Hè. Bijvoorbeeld in de sociale fraudebestrijding is het heel duidelijk dat we ook van lokale besturen bijvoorbeeld meer meewerking willen om die sociale fraude op te sporen. Daar wil ik het straks inderdaad wel over hebben. Nu, u zei het, hè, u komt van het Europees Parlement. U heeft al een paar keer gezegd, ik wil de Europese ervaring gebruiken, bijvoorbeeld om het probleem van die sociale dumping aan te pakken. Vooral in bouw- en transportbedrijven zien we dat mensen hun werk verliezen ten voordele van bedrijven uit Oost-Europa heel vaak. Die sociale zekerheidsbijdrage betalen in eigen land, daardoor goedkoper kunnen werken bij ons. De zogeheten detachering, wat gaat u daaraan doen? Wel, in de eerste plaats is het belangrijk, denk ik, om te zeggen dat er Europese spelregels zijn rond die detachering. En dat alle bedrijven die mensen te werk stellen in ons land vanuit het buitenland, die spelregels moeten volgen. En we zien heel vaak dat dat niet het geval is. Hè. Heel vaak worden sociale zekerheidsbijdragen in het buitenland niet betaald. Worden er schijnconstructies opgezet of schijnzelfstandigheid. Dus dat zijn de zorgzaken die we moeten aanpakken. Dus één is het echt doen respecteren van de regels. En we hebben Europees een handhavingsrichtlijn gemaakt. Die moeten nu omgezet worden in Belgische wetgeving. Dat gaan we nu binnenkort doen. Dat gaat ons meer mogelijkheden geven om sneller en beter te controleren. Anderzijds kan je ook niet concreet, hoe zou dat kunnen? Jawel, je kan ook niet altijd wachten op de Europese besluitvorming. Je moet dus bijvoorbeeld ook bilaterale akkoorden gaan maken met landen om ervoor te zorgen dat onze inspectiediensten echt wel toegang krijgen tot de gegevens van mensen die uit het buitenland komen. Om na te gaan of er daadwerkelijk betaald is. Om na te gaan of er betaald is, correct betaald is geweest, op tijd betaald is geweest en dus echt geen oneerlijke concurrentie is. Je moet ook meer controles hier doen. Op bouwwerven bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat mensen die naar hier komen en dan ter werk gesteld worden dikwijls in heel moeilijke omstandigheden tegen 2-3 euro per uur, die moeten slapen in containers op een werf. Wel, daar zullen de sociale inspectiediensten echt strenger gaan controleren. Ja. Bedoeling van detachering is dat het tijdelijk is. Is het geen probleem dat dat voortdurend verlengd wordt, die contracten die in dat kader worden opgemaakt? En hoe kan je dat dan controleren, dat het ook tijdelijk blijft? Wel, opnieuw is het daar belangrijk om de spelregels te respecteren. Ik heb bijvoorbeeld een lijst gevraagd van de landen die het meest naar België detacheren. Zo'n ongeveer 200.000 mensen die in België werkzaam zijn. En dan stel je vast dat eigenlijk de meeste detacheringen uit de buurlanden komen. Uit Nederland, uit Frankrijk. En dus ook daar zullen we meer mee moeten samenwerken om te kijken dat dat echt correct gebeurt. En dus wat stellen we vast? Dat Nederland bijvoorbeeld heel vaak mensen naar ons land detacheert, maar geen controles heeft op uitzendarbeid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar kunnen we afspraken maken. Dat zijn die bilaterale akkoorden wat u aangeeft. Ja, en dus die bilaterale akkoorden moeten ervoor zorgen dat die uitzendkantoren ook de spelregels volgen, sociale bijdrage correct betalen en geen sociale dumping plegen. Nu, de vorige regering, waar uw partij ook deel van uitmaakte, heeft jaren geleden de zogeheten anti-misbruikbepaling in het leven geroepen om buitenlandse bedrijven toch sociale bijdrage in ons land te laten betalen als er een vermoeden van fraude is. Nu, de Europese Commissie heeft ons land voor het Europees Hof van Justitie gedaagd, gaat in tegen vrij verkeer van personen enzovoort. Moet België zich hier tegen verzetten?
Maar de juridische procedure loopt nog, hè, maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen. Hè. Mevrouw Thijssen heeft een nieuw pakket voorgesteld van maatregelen. Het plan is nu in eerste instantie ontwikkeld rond arbeidsmarkt en loonvoorwaarden. Maar het tweede luik, dat zal gepresenteerd worden vanuit de Europese Commissie na het Brexit-referendum, gaat ook over de sociale zekerheidsbijdrage. En ik kijk uit naar de voorstellen daar. Het is belangrijk daar, denk ik, dat we op Europees niveau die spelregels heel duidelijk maken. Dat maakt het ons voor ons ook makkelijker om die controles te gaan doen. En denk ik dat we echt vooruit kunnen maken in de strijd tegen die sociale dumping. Zou dat een Europese oplossing kunnen zijn, sociale zekerheid betalen in het land waar men werkt en niet waar men vanafkomstig is? Is dat een optie überhaupt? Nee, omdat ik denk dat er twee problemen zijn. Eén, het gaat in tegen de geest van de interne markt. Dat is belangrijk dat mensen vrij kunnen bewegen en te werk gesteld worden in de Europese Unie. Die kunnen dat ook blijven doen. Ja, maar dat is echt wel een barrière erop. En twee, als wij... Als wij die sociale bijdrage zouden moeten gaan innen en gaan doorstorten aan het land van herkomst, moeten wij ook die systemen kennen, met alle uitzonderingen en alles op en eraan. Dus dat geeft enorm veel administratieve complexiteit. Dus mijn pleidooi is echt, pas de Europese regels toe, zorg ervoor dat we die Europese regels goed kunnen controleren en zorg ervoor dat sociale inspectiediensten van verschillende landen beter kunnen samenwerken. Het liefst met een Europese databank, als het moet met bilaterale akkoorden. Dus die anti-misbruikbepaling van die vorige regering laten voor wat ze is? Nee, ik denk dat het belangrijk is, als er misbruiken worden vastgesteld, dat we wel hard kunnen optreden. Hè. We hebben ook de handhavingsrichtlijn die we nu aan het omzetten zijn. Daar staan ook zo'n aantal middelen in om dus sneller... En dat sneller... moet eraan tegemoet komen. Ja, bijvoorbeeld, daar zitten ook een aantal zaken in rond hoofdelijke aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Zo kunnen wij ook mensen die in onderaanneming malafide bedrijven gebruiken, sneller en harder aanpakken. Ja. Dat zijn de maatregelen die we nu nemen. Ja. Nu, in afwachting van het omzetten van die richtlijn, moeten we natuurlijk concurrentieel blijven. En ik hoor u dan een aantal keer zeggen, laat ons dan de middelen gebruiken die we hebben, de lastenverlaging. Dat doen we ook. Hè. Dus we hebben een heel pakket van maatregelen klaar, denk ik, om ook onze economie competitiever te maken. Deze regering doet 8,5 miljard euro lastenverlaging. 4 miljard daarvan is al uitgevoerd. Het is goed voor de werkgever. Dat wil zeggen dat zijn werknemers bruto minder gaan kosten. Ook goed voor de werknemers zelf, want die houden netto op het einde van de maand meer over. Dat is het beleid van de federale regering. Twee, ik denk dat we ook moeten inzetten op het vereenvoudigen van regels. Heel vaak zijn de regels bijzonder complex. Als we bedrijven en werknemers vragen om de regels correct toe te passen, dan moeten we die regels ook kunnen vereenvoudigen en duidelijker maken. Ja, ik heb dat ook gezien op het Twitter-account, dat u op de dag van uw beleidsbrief dat ook getwitterd heeft. Minder regels. Ook een beetje staatssecretaris van administratieve vereenvoudiging? Dat is een van de zaken die we nu gaan doen. Bijvoorbeeld de sociale inspectiediensten moeten beter samenwerken. We hebben hen ook gevraagd om te kijken waar zij eventueel vandaag uit de praktijk zelf voorbeelden zien van vereenvoudiging. Die kan ik dan meenemen in discussies met mijn collega's Peters van Overtveld en Borsu. We gaan er ook een ronde tafel rond organiseren om toch ook in die sociale wetgeving proberen vereenvoudiging en verduidelijking te brengen. En anderzijds hebben we ook digitale troeven. Hè. Er zijn heel veel databanken die vandaag bijvoorbeeld in de bouw digitaal door aannemers geraadpleegd kunnen worden. Wel, mijn voorstel is daar, maak een app, zodat het heel snel duidelijk kan worden of men te maken heeft met bedrijven die correct lonen en sociale zekerheid betalen, of met malafide bedrijven die bij een aantal zaken niet in orde zijn. U gaat het daar over die vereenvoudiging, maar ook over die samenwerking in zaken inspectie. Voor die controles bestaan vandaag in ons land 7 verschillende inspectiediensten, sociale inspectie, inspectie van de RVA, RSZ, de RSZ voor zelfstandigen enzovoort. Uw voorganger, Bart Tommelijn, die wilde die versnippering tegengaan door een aantal van die diensten te laten fuseren. Ja. Gaat u daarmee door en hoe ver staat u daar dan mee? Dat gaat absoluut door en we hebben dat proces nu ook enkele weken geleden in gang getrokken. We hebben de eerste vergadering gehad met de leidinggevende van de verschillende sociale inspecties. Het is belangrijk dat die mensen ook dat proces mee ondersteunen, dat doen zij ook. En dat leidt ertoe, denk ik, dat op het terrein het duidelijker moet worden wie voor wat verantwoordelijk is. Ja, en tegen wanneer we de stranden wat dat betreft? Wel, ik hoop dat er in het najaar een duidelijke aanbeveling kan komen naar de ministerraad en dat er dan ook een aantal zaken echt in gang kunnen gestoken worden. En de bedoeling is echt dat er minder inspecties op het terrein plaatsvinden, minder dubbele inspecties, maar juist meer gerichte middelen kunnen ingezet worden. Het heeft weinig zin om bedrijven 4-5 keer te controleren op dezelfde dingen. Ik denk dat we bedrijven via data mining en data matching juist moeten isoleren, degene die echt problemen veroorzaken, dat we die gericht kunnen controleren en gericht kunnen aanpakken om opnieuw op een eerlijke manier bedrijven met elkaar te laten concurreren. Heb ik u horen zeggen, minder inspecties of... Nee, minder dubbele inspecties. Ja. Dus vandaag zie je dat door de versnippering van die bevoegdheden er heel veel dubbele inspecties gebeuren. Als we daar een vereenvoudiging in kunnen doorvoeren en bijvoorbeeld naar 5 of 6 inspectiediensten gaan, er 1 of 2 al laten fusioneren, wel, dan zal je zien op het terrein dat het ook makkelijker wordt om te controleren, gerichter te controleren, maar dan ook veel meer resultaat op het terrein geboekt kan worden. En dat willen dit kalenderjaar nog rondkrijgen? Niet alleen dat moet dat rondkrijgen. We hebben ook bijvoorbeeld 100 extra inspecteurs aangeworven om juist op het terrein meer controles te gaan doen. Maar dan moeten we regels vereenvoudigen en beter samenwerken tussen die inspectiediensten om die dubbele controles tot het verleden te laten behoren. We hadden het over die lastenverlagingen.
U zegt, ja, er zijn er al een pak doorgevoerd, hè, meer dan 4 miljard. Die lastenverlagingen gelden natuurlijk ook voor de horeca. Maar daar zien we dat het aantal faillissementen ja, onrustbarend hoog blijft. Als je ziet naar de eerste maanden van dit jaar, dan zie je een kleine stijging. Maar je stelt ook vast dat bijvoorbeeld vorig jaar 2500 witte jobs zijn bijgecreëerd in de sector. Maar even over die stijging, inderdaad. Mm. Ik heb die cijfers van Gredon ook gehoord, maar dat waren cijfers van voor de aanslagen. Wie weet moet het ergens nog komen. Nee, ik denk dat je ziet met de invoering van de witte kassa die vanaf 1 januari is ingevoerd, dat we ten eerste al een periode hebben voorzien tot in april, dat mensen zich konden aanpassen. Nu zie je dat er meer dan 17.000 witte kassa's al zijn uitgerold. 5.000-6.000 bedrijven hebben het nog niet gedaan. En dus we gaan nu ook die bedrijven in eerste instantie controleren, want ik wil eerlijke concurrentie in de horeca. Ik wil een verwitting van die sector. Ja, dat is een liberaal die spreekt, hè? Ja, maar ik denk ook dat het belangrijk is, op het moment dat die witte kassa is ingevoerd, dat we ook een pakket maatregelen op tafel hebben gelegd om het voor de horeca makkelijker te maken. We hebben lastenverlaging gedaan, we hebben flexijobs gegeven, we hebben overuren gegeven, zodat we makkelijker en langer kunnen gepresteerd worden. We gaan ook studentenjobs, in plaats van dagen gaan we die studenten uren laten presteren. Dus we hebben een aantal maatregelen genomen voor die horeca die ook zuurstof moeten geven. Wat je nu vaststelt, denk ik, dat er een aantal bedrijven zijn die zeggen, ja, als het wit moet, dan wil ik het niet meer, dan doe ik het niet en ik stap eruit. Ook een aantal, een stuk een generatiewissel zegt van ja, ik doe daar niet meer aan mee, ik geef mijn zaak door. En dus wat je vaststelt, denk ik, is inderdaad een moment in transitie. En ik hoop dat we tegen het einde van het jaar opnieuw dezelfde cijfers kunnen voorleggen als vorig jaar, namelijk dat we netto 2500 extra jobs hebben gecreëerd. Ja, u rekent in jobs niet in aantal horecazaken? Nee, want het is belangrijk om in die verwitting en in die transitie... Het uitgangspunt was natuurlijk faillissementen. Hè? Ja, maar we zijn ook een heel bloeiend horecaland. We hebben het meeste aantal horecazaken in vergelijking met elk ander Europees land. Dus ook daar stel ik vast dat er nog altijd heel veel zaken ook bijkomen. Dus het is heel belangrijk, denk ik, dat we met die witte kassa duidelijk maken dat er in de sector op een juiste en correcte manier moet gewerkt worden. Dat we ook zuurstof geven met onze horecaplan, met flexijobs. Die gaan dus succes hebben na 15.000 flexijobs die vandaag al gebruikt worden. Studentenjobs, de overuren die we makkelijker maken. Dus dat is een heel pakket, denk ik, samen met loonlastenverlagen die het makkelijker moet maken om ondernemend te blijven in die horecasector. Ja, moet dat systeem van die flexijobs, wie 4/5 werkt mag nog wat bijverdienen in de horeca zonder sociale zekerheidsbijdragen, moet dat systeem uitgebreid worden naar andere sectoren? Sorry, voor de flexijobs bouwt men wel sociale zekerheid op. Hè. Dat is juist het grootste verschil met vroeger. Vroeger werkte men in het zwart, bouwde men niks op. Nu met de flexijobs bouwt men wel een stuk de sociale rechten op. Dus het is voor mij belangrijk, denk ik, om ervoor te zorgen dat die sector echt de goede kant op gaat. Je ziet dat ook. Die flexijobs gaan we evalueren, kijken welke effect dat heeft gehad. Vandaag al bijna 15.000 mensen die het gebruiken. Is die evaluatie positief, dan kan het voor mij perfect. En naar de kleinhandel en dergelijke meer, bakkers, beenhouwers, dat daar ook een uitbreiding komt van die flexjobs. Maar dat is iets wat ook in de schoot van de regering moet besproken worden met collega Peters bijvoorbeeld, om te kijken op welke manier dat kan gebeuren. Ja, ook daar, wanneer wil u dat allemaal doen? Want ja, ik kan dat nu wel zeggen, we gaan het evalueren, maar goed, de evaluatie opschuiven naar 2018. Nee, het einde van het jaar komt de evaluatie eraan. Dat is ook... Dus een eventuele uitbreiding van het systeem kan volgend jaar al? Ja, dan moeten we daarop spreken over de regering, als het positief blijkt te zijn. En ik denk ook dat het niet ten koste gaat van vaste tewerkstelling. Als dat zou blijken, dan denk ik dat het mogelijk moet zijn om ook naar kleinhandel... Dat is de kritiek natuurlijk van vakbonden soms, hè. Dit gaat ten koste van mensen die vast werk zoeken. En de horeca laat dat ook al zien. Vorig jaar zijn er 2500 jobs bijgekomen. Flexijobs, 15.000 mensen. Dus die twee hoeven elkaar niet uit te sluiten. We maken juist de sector wit. We geven ook werknemers stabiliteit, sociale zekerheidsrechten en dergelijke meer. En dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Nu, uw coalitiegenoot, de N-VA, heeft het ideaal is gelanceerd om flexijobs ook mogelijk te maken voor langdurig zieken. Is dat een goed idee? Ik denk dat we daar met Margie de Blok iemand hebben die heel veel inspanningen doet om langdurig zieken opnieuw de arbeidsmarkt te integreren. Daar worden heel veel maatregelen op dit moment uitgerold. Zou dat kunnen met flexijobs? Ja, maar dat is iets ook niet wat we binnen de regering zullen moeten bespreken. Voor mij is het belangrijk dat mensen die vandaag, en we zien daar een stijgende lijn, mensen die langdurig ziek zijn, dat we die curve breken. Dat we opnieuw erin slagen om ook langdurig zieken, ook in samenspraak met de werkgevers, opnieuw op die arbeidsmarkt te integreren. Ja. Misschien in nieuwe functies. Dat vraagt herscholing, goed, bijscholing. Goed, is ziek natuurlijk, hè? Daar kan je niks aan veranderen. Maar, het is ook belangrijk, denk ik, dat we ook trajecten opstellen. En we zien ook in andere landen dat dat lukt. In Denemarken, in Nederland heeft men die curve ook zien stijgen en is die ook gebroken. En hoe heeft men dat daar gedaan? Daar heeft men echt inzet op sterkere begeleiding van mensen, hè? Herscholing, bijscholing, opnieuw kijken of die mensen toch niet in staat zijn om op de arbeidsmarkt te komen in een aangepaste, in een nieuwe, in een andere functie. En dat is denk ik de weg die ook Margie de Blok op dit moment aan het bewandelen is, om perspectief te geven aan die mensen om zo snel mogelijk toch opnieuw op die arbeidsmarkt actief te zijn. De vraag was natuurlijk, het idee van flexijobs door de N-VA gelanceerd,
een idee om te steunen of niet? Maar ik vind dat we moeten kijken dat we die flexijobs in verschillende sectoren moeten gebruiken om mensen die vandaag niet op de arbeidsmarkt actief zijn of in een zwart circuit zitten, dat we die terug in het witte circuit kunnen krijgen. En hoe je dat noemt is een andere zaak. En dat is een discussie die we ook met Maggie zullen moeten hebben. Ja, want CD&V had al laten verstaan toen N-VA dat idee lanceerde van die flexijobs voor langdurig zieken. En dat zien wij niet zitten, dat is een brug te ver. Maar ik wacht heel graag de evaluatie af, nu eerst in de horeca, en dan gaan we kijken hoe we daar nog verder stappen kunnen zetten. Nu, het is hier al aangeraakt, langdurig zieken, en dan zitten we bij een ander voorstel dat u de afgelopen week heeft gedaan. U vindt dat ook lokale besturen, OC&V's, melding moeten kunnen maken van sociale fraude via dat meldpunt sociale fraude. Waarom eigenlijk? Omdat we vaststellen dat we een meldpunt sociale fraude hebben, waar mensen als ze een geval van sociale dumping of sociale fraude zien, dat ze dat kunnen melden. Niet anoniem trouwens, men weet wie dat de melder is. Maar we zien ook, stellen ook vast dat er ook bij lokale besturen vaak heel veel geweten is en dat er moeilijke doorstroming is van informatie. Dus het meldpunt vandaag al leidt tot 4000 klachten. 2/3 daarvan wordt opgevolgd door sociale inspectiediensten. We zien bij de lokale besturen en OC&W dat er maar 2000 klachten zijn naast dat meldpunt. En dus ik denk, als we het meldpunt zouden openstellen voor lokale besturen en voor OC&W's, kan men op een vrijwillige basis en op een vertrouwelijke basis melding doen van sociale fraude die men vaststelt. En dat gaat denk ik leiden tot ook een groter draagvlak voor mensen die echt nood hebben aan een sociale uitkering, dat die ook gericht kan toegepast worden. Ja, u bent ook bevoegd voor privacy, hè? Zit daar toch niet een beetje een vies kantje aan zo'n kliklijn, om het nu maar zo eens te noemen? Eén, het is geen kliklijn. Twee, ik vind dat mensen die een uitkering krijgen en dan tegelijkertijd nog in een zwart te werk gesteld worden, bijvoorbeeld, die frauderen twee keer. Mm-hmm. Die maken één gebruik van een uitkering waar ze eigenlijk geen recht op hebben. En twee, ze betalen, omdat ze nog eens in het zwart werken, ook nog eens geen sociale lasten of belasting op hetgeen wat ze dan nog eens verdienen. En dat is voor veel mensen een doorn in het oog. Dat leidt ertoe dat de overheid middelen misloopt. Dat wil zeggen dat we ook minder middelen ter beschikking hebben om mensen die het echt nodig hebben, echt goed te ondersteunen. Ja, en dus dat is het standpunt dat ik inneem. Fraude is ontoelaatbaar. In internationale context met sociale dumping strijden we daar heel hard tegen, maar ook voor onze eigen deur moeten we vegen. Ja. En als dat moet via een meldpunt, dan moet het maar via een meldpunt. Ja, maar dat meldpunt leidt er ook toe, denk ik, dat we hebben beperkte middelen in inspecties. We kunnen niet sociale inspecteurs naast in elke deur. Ik wil dat ook niet als liberaal. Het is duidelijk, denk ik, voor mij dat mensen daar wel een bijdrage in kunnen leveren. Maar het is een melding, wordt toegevoegd aan een dossier. Het is nooit een melding alleen die aanleiding geeft tot een inspectie. Het is altijd een dossier dat wordt opgesteld waar de melding één element van is. Ja, we hadden het daarnet over de witte kassa en het feit dat er nog heel veel horeca zonder zo'n witte kassa zitten. Stel dat iemand zich geroepen voelt om dat dan te melden via het meldpunt sociale fraude, dan moet dat ook kunnen? Maar we hebben vandaag al ook instructies gegeven aan de inspectiediensten om juist die zaken die vandaag geen witte kassa hebben, om die eerst te gaan controleren. Omdat we natuurlijk wel vermoeden dat de zaken die vandaag wel de spelregels volgen, oneerlijke concurrentie aangedaan wordt door de zaken die het niet hebben. Dus het zijn juist die zaken die de spelregels niet volgen, die we vandaag het eerste en hard willen aanpakken. We doen ook bijvoorbeeld flitscontroles. We doen ook aangekondigde controles die voor een stuk een waarschuwend en een preventief effect moeten hebben in de sector. En we hopen dat we daarmee ook de resterende horecazaken zullen verplichten en pushen om die witte kassa in te voeren. Want het kan natuurlijk niet zijn dat een groot deel van de sector de spelregels probeert te volgen, maar dan wordt weggeconcurreerd door een aantal zaken zeggen wij doen door op de oude manier en we doen eerlijke concurrentie. De vraag was natuurlijk, kan dit dan ook gemeld worden via dat meldpunt sociale fraude? Hallo, mijn buurman heeft een café en heeft geen witte kassa. Ja, maar ik denk ook dat we dat op moeten opvolgen. We weten ook vandaag via de bedrijfsregisters en dergelijke meer wie vandaag witte kassen zou moeten hebben. Mm-hmm. Inspectiediensten gaan nu gericht controleren, ook in samenspraak met meneer Van Overtveld, want hij is de woede voor de witte kassa en het fiscaal luik ervan, om te kijken hoe dat we daar die inspecties kunnen opdrijven. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd dat bijvoorbeeld de witte kassa niet gebruikt zal worden om retroactief te gaan kijken naar het verleden. Dus ik denk dat we zo snel mogelijk die inspectiediensten op pad moeten sturen om ervoor te zorgen dat er eerlijke concurrentie is, ook tussen de zaken in de horeca. Ja. Ik kan me nu voorstellen dat sommige kijkers denken van sociale inspectie bij de witte kassa en een meldpunt voor mensen die thuis zitten en ziek zijn en in het zwart werken. Ja, maar ik denk dat we daar moeten kijken. Dat we één, de spelregels versimpelen. We maken duidelijk dat de spelregels ook gevolgd moeten worden, eens dat we die vereenvoudiging hebben gedaan. En we zorgen ook dat voor die specifieke sectoren specifieke maatregelen komen. Dus we hebben het horecaplan, maar bijvoorbeeld in de transport en in de bouw hebben we ook maatregelen genomen. Hebben we charters gemaakt, protocollen. Ook flitscontroles. Hoe we de strijd, ook flitscontroles, maar ook charters om ervoor te zorgen dat we goede spelregels, duidelijke spelregels hebben, zodat ook bedrijven weten waaraan ze zich moeten houden. Ja. Nu, die horeca en dan vooral de hotels eigenlijk ondervinden al enkele jaren de concurrentie van de zogeheten deeleconomie, Airbnb. Ik heb een kamer thuis en ik verhuur nog een bed aan een toerist. Ook Uber of Uber, een beetje afhankelijk van wie je spreekt, over hoe het wordt uitgesproken. Maar in elk geval, Uber, de taxi-applicatie waar onder meer de Brusselse taxichauffeurs zich hard verzetten, volgt u die ontwikkelingen op de voet?
Ja, ik was al enorm dicht bij die ontwikkelingen betrokken op het Europese niveau. Je ziet over gans Europa, over gans de wereld eigenlijk, dat die digitale economie enorm aan het stijgen is. Je ziet allemaal nieuwe toepassingen, ook in zaken waar we vroeger zelfs niet aan gedacht hadden. Dus bijzonder boeiend en ook denk ik voor de consument, bijzonder interessant fenomeen. Ook een aantal zaken die vroeger niet beschikbaar waren, worden nu wel beschikbaar. En hoe leg je daar de regels gelijk voor de mensen die traditioneel werken? Ja, wel, het is belangrijk denk ik daar om die deeleconomie heel veel ruimte en heel veel zuurstof te geven, die creativiteit van mensen. Ik zie het ook in mijn eigen stad, je hebt daar platformen voor jonge ondernemers. Starters, daar gebeuren enorm boeiende dingen in die deeleconomie. Maar je moet natuurlijk ervoor zorgen dat de spelregels wel voor de meeste mensen gelijkgelegd worden, voor de bedrijven gelijkgelegd worden. En dus wat dat we gaan doen is enerzijds zuurstof geven. We hebben gezegd van kijk, tot maximaal 5000 euro per jaar kunnen mensen bijverdienen in die deeleconomie. Het platform waarop ze actief zijn zal aan de bron een heffing doen. Dus we hebben opnieuw een vereenvoudiging doorgedaan. En de lasten daarop zullen maar 20% zijn, dus lager dan in de gewone. Dus ik denk dat we daar echt zuurstof mee geven voor de sector. Anderzijds zie je bijvoorbeeld met Uber en de taxisector, dat daar een discussie ontstaat van ja, maar betaal je nu wel correct sociale lasten, zijn jullie wel verzekerd? Wel, ook daar kan technologie een oplossing zijn. Je ziet bijvoorbeeld in Estland heeft men een kleine app ontwikkeld die ervoor zorgt dat alle digitale transacties, want de betalingen bij Uber gebeuren allemaal digitaal, dat automatisch ook aan de bron de juiste heffing wordt toegepast en dat de gelden worden doorgestort aan de fiscus. Dus opnieuw kan technologie daar een oplossing bieden om ervoor te zorgen dat de regels op dezelfde manier en correct worden toegepast. U gaat ook zo'n app laten ontwikkelen dan? Wel, dat zijn de discussies die we nu met een aantal sectoren aan het voeren zijn. Hè. Dus meneer De Croo heeft ervoor gezorgd dat er via platformen al die bronheffing kan gebeuren. Maar als we nu nog afspraken kunnen maken met een aantal van die bedrijven en grote sectoren om ook daar gemakkelijker en rechtstreeks de juiste heffingen en belastingen op toe te passen, dan denk ik dat we in een gelijk speelveld zitten en dat we heel veel zuurstof geven aan die digitale en aan die deeleconomie. Dat hebben we in ons land ook nodig. Hè. Ik wil ook dat ons land koploper wordt in die digitale en in die deeleconomie. Dat is een enorm economische toegevoegde waarde. Ik zie heel veel jonge mensen daar juist in investeren, heel creatief mee zijn en ik wil dat echt blijven aanmoedigen. Ja. Nog zo'n dossier dat lopende is de domiciliefraude, niet de wonen waar je beweert dat je woont. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft in februari een wetsontwerp goedgekeurd dat screenings van waterfacturen, energiefacturen mogelijk moet maken. Abnormale afwijkingen zouden dan kunnen wijzen op domiciliefraude. Hoe ver staat het ondertussen met die wet? Wel, die wet is afgerond en die wordt ook binnenkort uitgerold. Een proefproject zal binnenkort van start gaan. En dus we gaan daar ook de eerste resultaten van zien. En we gaan kijken dat effectief de data mining en data matching die we doen op basis van de energiefacturen en waterfacturen toe leidt dat we domiciliefraude kunnen opsporen. Het gaat over mensen die zeggen dat ze alleen wonen en daardoor gezinshoofd zijn of samenwonen. En dat blijkt dan niet het geval te zijn. Wel, dan krijgen ze dikwijls een hogere uitkering. Dat proberen we aan te pakken door dit soort van data met elkaar te kruisen. U bent natuurlijk liberaal. Heeft u daar niet een klein beetje moeilijk mee met mensen hun facturen te gaan controleren? Wringt dat niet een beetje voor u als liberaal dan? Maar het gaat over mensen die een uitkering krijgen. Het gaat over mensen die geld ontvangen van de staat. En ik vind dat die staatsmiddelen, die overheidsmiddelen, correct moeten gebruikt worden. Ik mag hopen dat u ook de mensen met een appartement aan zee gaat controleren. En ook daar opnieuw zullen er controles moeten plaatsvinden. Dat is een belofte trouwens van meneer Van Hoortveld, niet van mij. Ik doe de sociale fraude. Sociale fraude gaat erover als mensen een uitkering krijgen en daarnaast de regels niet volgen of in het zwart bijwerken. Ja, dan plegen zij een dubbele fraude en die wil ik aanpakken. Omdat je natuurlijk daarmee het draagvlak van onze sociale zekerheid ondermijnt. Ik vind dat onze sociale zekerheid dient om mensen die het moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven, om mensen die ziek zijn te kunnen ondersteunen. De vraag was en natuurlijk, heeft u er als liberaal niet moeilijk mee? Of zegt u, oké, dit is de bloed met de buil, moet dat maar op deze manier? Zelfs niet bloed met de buil. Ik vind dat wij de regels correct moeten toepassen. Ik vind als mensen een aanspraak maken aan de overheid en zeggen van kijk, ik heb nood aan een duwtje in de rug, ik heb nood aan steun omdat ik ziek ben, omdat ik werkloos ben, dan wil ik dat doen. Dan vind ik als liberaal belangrijk dat we dat doen, maar dan moet dat wel correct gebeuren. Vandaag zie ik heel veel mensen in de kou staan, omdat ze door de moeilijkheden en de complexiteit van het systeem niet toegang krijgen tot de nodige ondersteuning die er is. En tegelijkertijd een aantal mensen die het systeem frauderen, die de spelregels niet volgen en die daardoor het draagvlak voor dat soort van ondersteuning ondermijnen. Ja, nu, we hebben maar een paar minuten tijd meer, maar het is hier al aangeraakt. U heeft ook nog andere bevoegdheden en onder meer de privacy, maar ook de Noordzee. Ja. Wat mogen we daar verwachten? U heeft natuurlijk deze week een miljard gewonnen door offshore bedrijven minder te subsidiëren. Mogen we nog andere dingen verwachten van u? Het belangrijkste denk ik is daar dat we een marine ruimtelijk plan gaan ontwikkelen om ook de economische ontwikkeling van de Noordzee mogelijk te maken. We doen dat al voor een stuk via de windmolens op zee, de offshore. Daar hebben we nu ook voor gezorgd dat de oversubsidiering eruit gaat. Dat was een moeilijke onderhandeling deze week die toch geleid heeft tot een besparing van meer dan 1 miljard euro voor de twee parken die we nu realiseren. We moeten nog drie parken bijkomend realiseren. Ook daar gaan we de subsidie substantieel verder verlagen. Maar dat marine ruimtelijk plan zal er toelaten dat er ook andere activiteiten op de Noordzee plaatsvinden. Aquacultuur, een investering opnieuw in andere soorten energiewinning. Dus daar denk ik dat we de komende jaren echt wel op moeten inzetten. Ja, Open VLD heeft een lesje geleerd in zaken oversubsidiëren, neem ik aan.
Maar niet alleen dat, ik denk dat het heel duidelijk is dat als je wil investeren in hernieuwbare energie, iets wat ik heel belangrijk vind om ook klimaatdoelstellingen te halen, dat je dat tegelijkertijd op de meest kostenefficiënte manier moet doen. Ik denk dat over subsidiering van de zonnepanelen een factuur was uit het verleden, die vooral onder socialistisch bestuur met Vrij van den Bossche, waar de oversubsidiering niet werd aangepakt. Wel, wij pakken die nu in deze regering wel aan. Dat is mijn beleid, dat ik die oversubsidiering wil terugdringen. Dat we denk ik die klimaatdoelstellingen halen, maar op een kostenefficiënte manier en ook de factuur voor de burger tot een minimum beperken. Ja. Ik heb nog één vraagje. Bij uw aanstelling schrijven heel wat waarnemers, zoals dat dan heet, ja, hij gaat naar de federale regering om naamsbekendheid te kweken met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Heeft u daar ambities? Maar ik heb altijd al in Antwerpen actief geweest. Ik woon in Antwerpen, ik leef in Antwerpen. Ik vind het een fantastische stad. Ik zie daar heel veel creativiteit en ondernemerschap. Ik zie heel veel jonge mensen terugkeren naar die stad. Dus ik wil absoluut daar een leidende rol gaan spelen. We hebben daar een sterke ploeg met Willem-Frederik Schilds, met Claude Marinauer, ook nog met Annemie Turtelboom. En ik denk dat die ploeg de komende 2 jaar hard zal werken om de liberalen terug op de kaart te zetten in Antwerpen. Ja, als u zegt ik wil een rol spelen, dat klinkt al behoorlijk ambitieus natuurlijk. Met het oog op die verkiezingen. Flip de Bakker, mag ik u bedanken voor uw komst naar onze studio. En uw kijker uiteraard bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.